Zaterdag 13 augustus gaat de strijd om het IFKS-kampioenschap los in Hinderlopen. Het scootsje Stad Harlingen van schipper Sikke Tichelaar is een van de deelnemers. Sikke, hoe voelt het na 2 jaar uitstel door corona weer te mogen wedstrijd zeilen? Heerlijk. Heerlijk, ja. En sowieso is het lekker om altijd te zeilen natuurlijk. En nu helemaal. Hopelijk hebben we nu weer een beetje de spullen wat beter voor elkaar dan de jaren ervoor. We hebben wat 4 jaar lange strijd gehad met de verzekering en dat is nu allemaal klaar. Dus we hebben een andere mast, andere zwaarden. Dus ja, dan wil je het ook uitproberen en dan wil je ook kijken hoe ver dat je kan komen. Hoe hebben jullie je voorbereid op deze wedstrijd? Wij hebben sowieso een weekend met z'n allen zijn we gaan trainen. En we hebben de slag om Heeg hebben we meegedaan. En de eerste 3 wedstrijden waren niet zo geweldig voor ons. En de eerste dag, zeg maar. De tweede dag hebben we wat veranderingetjes gedaan. Nou ja, dan kon je gelijk zien dat het beter ging. Maar ja, ik zie het wel met een beetje vertrouwen tegemoet. Hoe spannend is het om in deze klasse de strijd aan te gaan? Nou, best wel spannend. Want we hadden normaal iets van 19 tot 20 schepen. We hebben er nu 15 in zitten. Waarvan 1 denk ik sowieso altijd wel achteraan zeilt. Dat is dat engeltje. Dat is Koos van Drunen. Niet de nadelen van Koos. Hoor, want een hartstikke fijne en lieve man. Maar hij wil niet hebben dat er een flex in zijn schoetsje gaat. Dus het moet altijd nog een beetje origineel blijven. Maar de rest, ik denk dat er sowieso wel 12 kampioenskandidaten zijn. En ze mijden elkaar, ze matsen elkaar niet. De vereniging IFKS telt ruim 600 leden. Elk jaar wordt er in de bouwvak gezeild met 60 tot 65 scootjes in de A, B en C-klasse en A-klein. In A-klein de scootjes tot een lengte van maximaal 17,1 meter. Daar valt ook scootjesstad Harlingen onder. Is het eigenlijk moeilijk om met zo'n scootje te zeilen? Komt er nog iets speciaals bij om de hoek kijken? Nee, ik denk dat iedereen dat wel kan. Ja, je moet gewoon heel veel uren erin steken. En scheepshandeling, of de boothandeling en de bemanning. Dat moet gewoon een team zijn. En hebben we het geluk dat we natuurlijk best nog wel een oude ploeg hebben. We vullen dat wat aan met jonge jongens. Maar dat wordt ook steeds moeilijker om mensen te vinden. Want het is ook je vakantie. Hè? En we trainen dan ook nog. Dus, en nu helemaal in deze drukke periode waar iedereen mensen tekort komt op de arbeidsmarkt. Ja, hebben wij daar ook problemen mee. Dat mensen werken moeten of niet vrij kunnen krijgen. Of niet s'avonds niet kunnen trainen. Ja, dat is moeilijk. Nee. Nou, je moet het gewoon doen. En gewoon gaan. En als je een beetje kan zeilen dan, en je verdiept je erin. En je gaat de elementen wat aan, nou, dan is het niet moeilijk. Tenminste, ik vind het niet moeilijk. Nee. Maar ja, dat is bij ons een beetje met de paplepel ingebracht. Dus misschien is het voor mij wel makkelijk praten. Maar nee, ik vind het niet echt overdreven moeilijk. Hoe schat jij je kansen in? Dat is altijd zo'n strikvraag. Hè? Ik begon altijd van ja, ik wil bij de eerste 3. Ja, ik denk gezien het wedstrijdveld dat we hebben. Dan denk ik dat wij bij de eerste 6 wel moeten kunnen komen. Het mooiste natuurlijk bij de eerste 3. Maar dat. We zullen er wel, als we er komen, dan hebben we er wel heel hard voor gevochten. Het onderhoud, dat zal best het een en ander kosten. Ja. Hoe zit het? Kunnen jullie nog sponsors gebruiken? Of, Sponsors zijn altijd welkom. Ja, die heb je altijd tekort. Je wil, het liefst elk jaar wil je een nieuw zeil, nieuw fok. Alles nieuw, maar dat gaat gewoon niet. Dat is gewoon zo gigantisch duur. Dus en wij zijn natuurlijk niet een hele rijke stichting. Dus ik koop het meeste tweedehands bij de SKS weg. En dat vermaken we dan weer. En ik heb dan het geluk dat ik dan Pieter Meter, dat is een achterneef van mij. Ja, die heeft nog wel eens wat spullen liggen. Dus, en volgend jaar moet hij sowieso allerlei andere spullen moet die hebben. Dus ja, dan zitten we wel met z'n allen weer op het vinkertouw om dat spul van hem weer over te nemen. Nou, ik kan je eigenlijk alleen maar heel erg veel succes wensen. Nou ja, dat zijn we ook nodig. En ik hoop dat er een beetje wind staat. De eerste dagen lijkt het dat er niet veel wind staat. Maar ja, we moeten maar even kijken. Het is, bij deze jongens is het gewoon, je moet er bij de stad gelijk bij zijn. En ben je er bij de stad niet gelijk bij, dan wordt het vechten in het midden. Ja. Dus. Maar in ieder geval bedankt. Zaterdag starten de wedstrijden. Er wordt iedere dag gezeild en zaterdag 20 augustus is de finale in Lemmer. Voor meer informatie, kijk op de website www.ifks.frl.